kindsgroeten holt hij smakt. Zakenvrouw Noord-Limburg. Het is vandaag 10 mei, dit is het Pelemaasjournaal. Tijdens het Pinksterweekend wordt in en bij keramiekenatelier Gijsteren een bijzondere kunstexpositie gehouden. Het kunstenaars-echtpaar Mieke van Uden en Chris Rozen presenteert op eerste en tweede Pinksterdag in het atelier en de grote beeldentuin beelden en andere kunstwerken. Tegelijk exposeren ze zo'n 100 kunstwerken van collega's die ze de afgelopen jaren hebben verzameld. En zoals de afgelopen jaren vanzelfsprekend was, wordt ook dit jaar op deze expositie aandacht geschonken aan het werk van de mondiale groep SOS Merlo Wansum. De expositie vindt plaats aan de Sint-Wilbertsweg in Gijsteren. Beide Pinksterdagen van 11 uur tot 5 uur 's middags. De kunstroute Holt Hees Smakt is op dit moment in volle gang. Tot en met aanstaande zondag zal het werk van 31 kunstenaars in de twee dorpen te zien zijn. De titel van de manifestatie is wederom Op de grens van. Ook de route is onaangepast. Toch is deze vijfde kunstroute anders dan de vorige keren. We hebben geprobeerd inhoudelijk gezien toch weer een slag te maken, kwalitatief, qua diversiteit. En we hebben heel veel energie gestopt in het fijntunen van de kunstenaars met de locatie. We hebben getracht echt de kunstenaar zo'n locatie te laten adopteren en te kijken wat hij met zijn visie en materialen en creativiteit, wat hij daarvan kan maken. En zo hebben we een aantal plekken die echt belevenissen zijn geworden. Er doen 31 kunstenaars mee aan het tweejaarlijkse evenement. Er is een grote diversiteit aan werk te zien. Nou, dat varieert van Louis Leroy, dat is een internationaal vermaarde glaskunstenaar, tot de schilders, de keramische specialisten, installatiekunstenaars, digitale ontwerpers. Over het hele scala van de kunsten, van de visuele kunsten, hebben we wel mensen. We hebben een 31-tal kunstenaars, of in feite rugnummers zoals wij het intern noemen. En sommige rugnummers behelzen meerdere kunstenaars. De kunstroute is 4 dagen lang te bezoeken. Het feit dat het een meerdaags evenement is, onderscheidt de kunstroute van andere kunstmanifestaties. Dit heeft zijn voor- en nadelen. Het blijft allemaal 's nachts overstaan en dat soort dingen. Dus we moeten maatregelen nemen tegen van alles en nog wat. Een van de voordelen is ook dat we met een dagje minder weer niet zo zitten. Ja, we hebben nog 3 dagen goed weer over. En wat ons onderscheidt van de kunstmanifestaties, atelierroutes en wat iets meer zijn, is precies wat ik zei. Wij proberen te vermijden dat we dat de kunstenaars morgens komen met de schilderijtjes die ergens neerhangt en ze 's avonds weer ophaalt. Dat kan men overal zien. De route is 2 kilometer lang. Mensen kunnen bij de Mariakapel in Holthees of bij het Pelgrimshuis in de Smakt starten. De kunstroute is nog tot en met zondag te bezoeken. Woensdagavond is een eerste aanzet gegeven tot de oprichting van de supportersclub voor wielertalent Mike Teunissen. Initiatiefnemer is oom Hans Teunissen. Hij wordt tevens voorzitter van de club. Samen met Thij van Els gaat Hans Teunissen nu kijken hoe de supportersclub vormgegeven kan worden. Zij gaan op zoek naar enkele bestuursleden. Bovendien gaan zij een website bouwen en promotiemateriaal maken. Binnenkort zal de organisatie met meer informatie naar buiten treden. Aanstaande 30 mei wordt voor de tweede keer de onderscheiding voor Zakenvrouw van Noord-Limburg uitgereikt. Dit gebeurt in Theater de Maaspoort in Venlo. Uit een voorselectie zijn er nu nog 3 finalisten over. Sandra Baan uit Venlo, Ian Derks uit Wel en Lilian Keizers-Sobayer uit Horst. De finale is een avondvullend programma. De 3 genomineerde zakenvrouwen die worden voorgesteld eigenlijk aan het publiek door middel van video's. De jury gaat natuurlijk een oordeel vellen en er is ook muziek en entertainment. Hoeveel bezoekers worden er verwacht? Verwacht ongeveer zo'n 500 mensen als het goed is. Om de uiteindelijke winnares te kiezen, heeft de jury enkele criteria waar extra op gelet wordt. De jury die let met name op de eigenschappen van de genomineerde zakenvrouwen. Bijvoorbeeld wat voor visie hebben ze, innovatie en natuurlijk doorzettingsvermogen van alle 3 de dames. Echt heel
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de finale. Deze zijn te koop via de website. Dank jullie wel allemaal. Veel succes. Tot zover dit Pillemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er vanaf 7 uur elke 2 uur de documentaire Retour over Wout Poels te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het droog. Morgenochtend is er kans op wat regen. Ook 's middags kan het regenen en is het zwaar bewolkt. Het wordt maximaal 15 graden. Ook zondag kan het 15 graden worden en is er zeer veel kans op regen. Ik wens u een fijn weekend en graag tot ziens.